Dit is Spotlight, het artiesteninterview door DJ Lexi. Vandaag praat ik in Spotlight met Ben Kok over zijn nieuwe single en zijn inspiraties. Maar eerst een introductie. In een muzikale reis terug naar 1979, waar de hit Ik Wil Jou van Paul Eduard met zijn betoverende verhaal over de begeerde meta het publiek raakte, heeft Ben Kok, een veelzijdige muzikant met zowel een bloeiende solocarrière als een verleden in rockscene bands, een gedurfde stap gezet. Hij heeft het iconische nummer een nieuw leven ingeblazen door het transformeren naar een aanstekelijke feesthit. En daar ga ik het met Ben over hebben. Hoi Ben. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is ie? Ja, goed. Absoluut. Met jou ook? Nou, ja, helemaal prima. Lekker hier in de Brabantse. Kijk. En jullie helemaal in het noord. Ik zeg al, een long distance call dit. Wat heeft je geïnspireerd om specifiek Ik Wil Jou nieuw leven in te blazen en om te vormen tot een hedendaagse feesthit? Nou, dat komt eigenlijk. In 79 is dat nummer dus uitgekomen. En ik ben eigenlijk in 80 ben ik in mijn eerste bandje gaan spelen. En in dat bandje kwamen we eigenlijk dat liedje al tegen. Dat speelde het. Dat was geen echte rockband waar ik toen in zat. Dat was meer zo'n amusement gebeuren. Maar dat liedje speelden we wel, want dat vonden we allemaal een leuk nummer. En dat is eigenlijk, in mijn hele leven heb ik daar wel in. Allemaal verschillende bandjes, dat toch elke keer weer dat liedje terugkwam. En toen dacht ik al, daar moet ik eigenlijk een keer iets leuks mee doen. Nou, en zoals jullie weten heb ik het dorp inmiddels gehad. En het werd zomer, die hebben we ook lekker naar een feestversie omgetoverd. Klopt. En toen kwam ik eigenlijk, zou dit jaar eigenlijk een ander lied opnemen. Dat echt over de leukste dingen van het leven gaan. Maar we hadden een beetje een tegenvallend jaar qua dat mijn schoonvader in één keer weg is gevallen. Oba. Door een ander is. Maar ja, en dan ook nog een hondje dat we los moesten laten en af moesten geven. Dus dat ik nou echt met volle overtuiging over het leven kon gaan staan te zingen, dat was het niet. Nee. Dus toen dacht ik wel van, is dit wel een hele leuke kans om toch dit nummer nu uit te werken. En ervan te maken wat het nu geworden is. Kun je ons vertellen over het proces achter deze herinterpretatie? Hoe verliep het samenwerken met Frank Verkooijen voor deze nieuwe versie? Nou, dat is eigenlijk altijd heel leuk met Frank. Kijk, Frank is vroeger natuurlijk zelf altijd muzikant geweest. En aangezien ik zelf ook nog steeds zelf muziek maak. Dan heb je een, ja, ik weet niet, het lijkt wel of we een soort code hebben. Hoe je dat bespreekt. Hè? Dus je gaat er naartoe en ik zeg dan van, nou Frank. Dit is het nummer, maar ik wil hem uptempo hebben. En dan komen er een paar vragen. En dan zeg ik, ja, dan moet een lekkere dikke onderkant erin. Dat hij lekker bonkt. En ik wil hem ongeveer zoveel beats per minute hebben. En dan ziet Frank eigenlijk al denken. En dan weet Frank eigenlijk al voldoende. En dan begint hij te knutselen. En dan krijg ik meestal na een paar dagen krijg ik een eerste opzetje. En dan geef ik nog aan waar ik eventueel veranderd zou willen hebben. En that's it. Zo snel loopt het eigenlijk altijd. Het is een hele fijne samenwerking. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je noemt, ik wil jou, een pareltje van de Nederlandse muziek. Wat maakt dit nummer volgens jou zo bijzonder of tijdloos? Het is een... Kijk, ik heb het dorp opgenomen. Ik heb het zomer. Het zijn eigenlijk allemaal liedjes met een verhaaltje. Niet zozeer dat het refrein daar het sterkste in is. In geen van allen. Maar het is wel een verhaaltje die ergens naartoe leidt. En daar vind ik eigenlijk met dit nummer ook weer. Ik ken totaal meta niet. Dus ik heb helemaal niks van meta erin gedaan. Die heb ik eruit gegooid. Ik heb van meta heb ik gewoon een hele mooie meid gemaakt. Ik heb van het oudbollige versje heb ik een shirt gemaakt. En van het buurthuis hebben we een kroeg gemaakt. En dat zijn eigenlijk de enigste veranderingen die we in het nummer hebben aangebracht. Maar het is nog steeds... Een heel leuk verhaal. En als je het bij de mensen zie je ook meteen de herkenning van dit. Ja, had ik ook gelijk. Direct toen ik het hoorde, denk ik, hey. Ja, het is iedereen kent het, want we hebben het helemaal in zijn waarde gelaten. Het nummer zoals het bedoeld is. Alleen we hebben er een vrolijkere versie van gemaakt. En het leuke is toch, waar op sommige punten de jeugd dan achterblijft met het leuk vinden van nummers, vinden ze dit toch schijnbaar allemaal wel heel erg leuk. Het is zo'n nummer al best een tijdje mee. En het zou mooi zijn als het zo nog eventjes wat langer weer meegaat. Wat zijn de uitdagingen geweest bij het herbewerken van het bekende refrein, waar veel mensen de tekst kennen, maar niet oorspronkelijk de context? Een goeie, hè?
Ja, dat is een hele goede. Dat is ook een hele goede vraag. Kijk, ik zeg het net al. Meta, wie is Meta? Ja. Ik zou het echt niet weten. Ik heb al gedacht, is dat misschien Meta de Vries? Of ja. Ik ken er niet veel uit die tijd. Nog sterker, ik ken eigenlijk geen één Meta. Dus ja, maar hij zingt het wel vol overtuiging destijds. Maar ik heb zoiets van, nou, we ruilen al die Meta's, die ruilen we daarvoor in. En we zingen het gewoon over een persoon die je leuk vindt. En dat is lekker algemener. Dus dat is wel precies hartstikke goed, slim gedaan. Ja. Ja, nee, maar je moet het ook. Kijk, zoals een nummer ook. Als je het naar een feest brengt, dan moet je ook op een dansvloer kunnen staan en iemand aankijken. Ik wil jou, of ik wil met jou dansen, weet ik het, verzin iets. Ja. Maar je maakt het leuk. Je hebt eerder aangegeven dat 2024 interessante plannen met zich meebrengt, waaronder een nieuwe single. Kun je ons daar iets meer over vertellen alvast? Nou ja, dus die nieuwe single die zou dus eigenlijk nou eind 23 zijn uitgekomen. Dat is een nummer dat heb ik zelf geschreven samen met, en de tekst is geschreven door Bjorn de Leijer. Oké. En Bjorn is inmiddels, die ken ik inmiddels, ja, denk een paar jaar. En dat is eigenlijk wel een beetje een hele fijne tekstschrijver geworden voor Frank Verkooyen ook. Maar met hem hebben we samen een tekst geschreven, dus over van ja, als je het leven leeft, beleef het heel bewust en geniet van alle dingetjes die voorbij komen. En dat klinkt best zwaar misschien, maar daar hebben we wel dan een heel luchtig jasje gestoken. En kijk, want je staat op en elke dag begint voor heel veel mensen hetzelfde. Ja. Dus je moet even die sleur zien te doorbreken en er iets van maken. Verwacht je trouwens dat het publiek het nummer anders zal ervaren na deze herinterpretatie, of niet? Ik denk het wel. Ik heb van veel mensen al een reactie gehad die het echt ook echt gewoon leuk vinden. Maar ook gewoon mensen die het nummer al kenden. Die dus. Kijk, dus iedereen heeft recht op een eigen mening. Hè? Dat is heel simpel. Sommige mensen die zeggen tegen me van Ben, daar had je gewoon af moeten blijven. Hm. En dat respecteer ik. Hè? Want iedereen mag die mening ook hebben. Maar er zijn er ook heel veel die zeggen van oh. Nou, hij is echt een stuk beter geworden. En of hij beter is geworden, dat durf ik dan niet te zeggen. Maar hij is wel leuk geworden. Ja, absoluut. Hij is hartstikke leuk. Gaan we zo draaien. Maar mensen zijn natuurlijk nieuwsgierig als ze je nog niet kennen. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar zo zomaar kunnen. Waar ben je te vinden op de socials? Ik ben te vinden op www.benkok.net. Dat is mijn website. En natuurlijk op de Facebookpagina van Benkok Zanger. Daar kun je me vinden op Instagram. Als we me daar eventjes volgen, dan komen er ook altijd leuke berichtjes op voorbij. En natuurlijk staan alle clips die ik heb die staan op YouTube. Duidelijk. Ik ga het nummer draaien, maar wil jij hem voor me aankondigen? Dat ga ik doen. Dan wil ik jou eerst weer danken voor je tijd. Graag. Want het is altijd heel fijn als er toch weer een leuke interview en vooral uit het noorden van het land komt. we moeten gauw weer eens een keer die kant op naar de studio, want dat is altijd gezellig te hoeven. Maar hier komt mijn nieuwe single, de cover van de single van Paul Eduard, maar nou in het jasje van Benkok. Ik wil jou! Geen tijd om dat te vieren. Er speelt vanavond in de kroeg hier een band. Kom op, dan gaan we daarna dansen. Het is vrijdagavond en ik barst van de poen. Ik zal met niemand anders dansen. Ik wil jou, ja jou, jou alleen. Ik wil jou, ja jou. Zwemmen. Het lijkt me heerlijk in het water met jou. Mijn hormonen zijn niet meer te temmen. Hier neem een shirt en droog je daar maar mee af. Laat mij maar, ik doe het wel zonder. Kom mee naar huis en je weet wel waarom. Ik brand daar straf, dat is geen wonder.
Ben Kok en mijn nieuwe nummer hoor je natuurlijk hier. Mocht je nog vragen hebben over dit interview bij Spotlight, mail dan naar djlexie@teamfm.nl. Ik zal het nog even herhalen, djlexie@teamfm.nl. Voor al uw opmerkingen en vragen en suggesties.